Ik ben blij. Want? Ben jij ook blij? Ja, ik ben zeker blij, maar ik wacht even af altijd waar jij dan blij van bent. Ja, je weet maar nooit. Ik ben blij dat de wereld weer open is. Uh-huh. En dat we weer kunnen gaan en staan waar we willen. En dat is precies wat we nu aan het doen zijn. Ja, jullie denken dat dit, wat hoor ik van bijgeluiden. Ze zitten weer eens in de auto met een strak blauwe lucht, jawel. We zijn onderweg naar... Eerst even hebben we een stop gemaakt bij de oogarts. Maar dat is achter de rug. Paul heeft een lekkere prik in zijn oog gehad. En kan nu de komende 544 kilometer lekker gaan relaxen. Terwijl ik hem breng naar... Dat gaan jullie vanzelf wel zien. Waarom lig jij te slapen, Maaike? Omdat ik al heel ver gereden heb en nog heel ver moet. Zoals jullie zien staat het ontbijt al lekker klaar in de zon. Ik heb mijn pyjama nog aan, maar ik dacht ik neem jullie eerst even mee op een kleine tour door het appartement waar we nu slapen. En jullie weten nog steeds niet waar we zijn, maar we zijn bij mijn zus en die woont in de buurt van Parijs. Dus we gaan heerlijk een weekendje Parijs ontdekken. Nou, hier kan een deur nog verder open en dan kom je in de smalle gangetjes die net breed genoeg zijn voor Paul om daarheen te gaan. En hij kan helemaal prima uit de voeten hier, dus volgens mij wordt het een heerlijk weekend. Gare de Lyon, hartje Parijs, daar zijn we. Prachtig station. Ja, een dikke stierenkop. Oh ja. Het is oude markthallen. Ja, ik had ook het idee dat dit ook een soort markthallen waren van vroeger. Ja. Ik ben heel blij. Gisteravond had ik echt zoiets van, nou, moeten we maar even afwachten. Ik was heel moe. Dat was een pittige reis hier naartoe. Ik ben meteen naar bed ingedoken. Hele avond. Niet leuk, niet gezellig. Maar nu... Ja? Die zijn zo lekker. Even in de supermarkt nog even iets kopen. Flesje water, geloof ik. En dan zijn we weer op weg naar de trein. Heerlijk, drieënhalf uur door de stad gebanjerd. Nu tijd even weer voor rust. En dan morgen weer opnieuw. Even de knop drukken. Dan moet je je kaartje er doorheen doen. Oh, eerst de deur dicht zijn, dan kaartje erin, kaartje er weer uit. Dan ben je op het perron. We gaan met de metro. Met de metro? Dat er een lift is. En wij gaan kijken of die er is. En hoe die dan is. Nou, we hadden dus op internet helemaal opgezocht dat deze metrolijn helemaal rolstoel toegankelijk was. Maar vooralsnog is er geen lift naar het metroplatform. Dus we gingen met de lift naar beneden. Naar de metro. Maar de metro blijft omhoog te gaan en dan weer naar beneden. Dus we moeten nu weer omhoog en dan weer naar beneden. Ja, dat is de bedoeling. Hier gaat dus de lift naar de metro. En er staat niet dat hier staat dan weer niet dat het de lift is. Oh, daar. Maar hier gaat dan door, toch? Nee. Even kijken. We zijn in ieder geval niet de
enige die ze aan het zoeken zijn. Die? Ja, ja. Okay. Cool. Merci. Er staat ook een tekentje bij. Dat is alle haltes van deze lijn rolstoel toegankelijk zijn. Ja, dit is Ik ben een beetje. Gewoon mee. Zit dat wel even zo lang te doen. Mooi. Zo. Het was even een reis. Even vooral uitzoeken, maar uiteindelijk kan ik niet iedereen aanbevelen. Ja, want nu sta je echt gewoon midden in Parijs weer. Ja, ja. Het is mogelijk. Lijn 14, onthoud die lijn. There is a life valley. Lente in Parijs. Hurrying to cut my teeth. Ja, Parijzer dan dit krijg je natuurlijk gewoon niet, hè? Doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am? Je moet het weten te vinden. Nou, dan kom je hier uit met de lift. En dan ben je meteen op het platform van de RERB. Châtelet, en daar gaan we dan overstappen op de 14 of de A. Helaas was de metro hier toch niet zo toegankelijk als we hadden gehoopt, want de instap was nogal hoog. Maar er kwamen al snel wat helpende handen die Paul zo naar binnen hielpen. Nee, maar hij is dus echt niet rolstoel toegankelijk. Nee. Die RERB. Terwijl ze claimen van wel. Hier beneden is dan de metro. Daar de lift met in een platform. En daar de lift als je de andere kant op wil. Ja, dit is toch echt goed geregeld. Weet je, ik vind het gewoon lief dat mensen dit zo doen zo. Mensen doen wel, de meeste mensen doen hun best om te helpen. Ze zijn lief. Ja.